namelijk drie turbodieselversies. Enerzijds is er de Japanse Toyota Camry, er is de Italiaanse Fiat Croma en de Franse Renault 25. De Toyota Camry is de goedkoopste van de drie. Hij heeft een onpersoonlijk uiterlijk en de spoiler achteraan roept een wat misplaatste sportiviteit op. Binnenin is er voor een Japanner eerder een sobere, maar nog steeds verzorgde afwerking. De Fiat Croma is met de grootste motor de snelste van de drie. Zijn wigvormige lijn resulteert in een hoge kofferlijn, zodat hij erg volumineus is. Binnenin is de uitrusting goed, maar de afwerking komt goedkoop en plasticachtig over. Het zitcomfort is evenwel iets beter dan in de Toyota Camry. De Renault 25 is onmiskenbaar de comfortabelste van de drie. De lijn is voornaam, het zitcomfort zeer behagelijk en er is ruimte genoeg binnenin. Zoals bij de andere zijn elektrisch bediende ruiten in de serieuitrusting begrepen. Achteraan is er ook een voetverwarming voor de passagiers. Het antiblokkeersysteem is jammer genoeg niet standaard. Je moet ervoor bijbetalen. Door hun grote achterklep hebben zowel de Fiat Croma als de Renault 25 het uitzicht van een twee-volume koetswerk. Met andere woorden, een auto waarbij personen- en bagageruimte in elkaar overgaan. Van naderbij beschouwd merk je dat er wel degelijk een afgescheiden bagageruimte is. Maar neem je de hoedenplank weg en leg je de achterbank plat, merk je dat de Fiat en de Renault handige en functionele auto's zijn. Bij de Toyota Camry koos men resoluut voor de drievolume tippen met koffer. De laaddrempel is wel laag en de achterbank neerklapbaar, maar de auto is minder praktisch. Van de koffer naar de motorkap, naar de drie turbodiesels. Een turbo op een dieselmotor dient om de motor een hoger vermogen te geven, zodanig dat de dieselauto een grotere vinnigheid krijgt en deze van de benzinemodellen benadert. Door het verbrandingsproces in de dieselmotor zelf kan men zelfs met de modernste motoren niet hoger gaan dan ongeveer 5000 toeren per minuut. Dat wil zeggen dat de diesel zich in vermogen eigenlijk zelf limiteert. En het enige middel dat men kan doen om dat vermogen hoger te leggen, is dus een grotere motor te bouwen. Maar deze kan dan vaak niet meer in een normale personenwagen. Dus moest men een ander middel zoeken om het vermogen hoger te kunnen leggen. En dat heeft de turbo gedaan. Aan dat hoger leggen van het vermogen met een turbo is nog een bijkomend voordeel verbonden. Namelijk, de motor werkt nu met een overschot aan lucht. En dat geeft in de praktijk een lager verbruik dan op een dieselmotor zonder turbo. We hebben dus te maken met drie krachtige dieselmotoren.
We zetten de cijfergegevens, zoals de constructeur ze in de folders belooft, even op een rijtje. Met de drie testwagens trokken we naar het Touring Diagnosecentrum om die cijfergegevens te toetsen. De Toyota leverde 1 kilowatt minder dan aangegeven, maar als verontschuldiging kan aangehaald worden dat de nieuwe motor nog niet helemaal was losgereden. Bij de krachtige Fiat-motor waren onze meetresultaten identiek met de gegevens van de constructeur. Maar de Renault 25 leverde 4 kilowatt minder dan zou moeten. Blijkbaar een probleempje met een niet optimaal werkende turbo. Een uitzondering en geen regel bij de 25. In slechte weersomstandigheden en bij hevige tegenwind registreerden we voor de drie auto's de topsnelheden. 149 km per uur voor de Toyota. 168 km per uur voor de Fiat Croma. En 156 km per uur voor de Renault 25. De remmen dan. De Toyota is niet uitgerust met een antiblokkeersysteem en dat laat zich op een nat wegdek voelen bij een noodstop. Bij de Renault en de Fiat wel ABS en dus minder problemen bij het remmen. Opvallend is de prima korte remafstand van de Fiat Croma. Zowel bij de Renault 25 als bij de Fiat Croma is een ABS-remsysteem als optie leverbaar. U weet dat zo'n ABS-systeem u bij noodstops te hulp komt en de auto bestuurbaar houdt. Het is jammer dat op de Toyota Camry zo'n ABS-systeem nog niet leverbaar is. Door krachtige en zware turbodieselmotoren in te bouwen, krijgen auto's wel eens andere effecten in de voorwielaandrijving dan gewone benzinebroertjes. Hier niet. Het blijven alle drie comfortabele reiswagens met een neutraal tot onderstuurd rijgedrag. De bedrijfsstilte binnen in de auto is belangrijk voor het rijcomfort, zeker als je vele kilometers per dag rijdt. Vandaar onze geluidsmetingen op kasseien en op de snelweg. Uit de proef met de sonometer bleken de drie auto's met 120 km per uur op de snelweg dezelfde geluidsproductie te hebben. Met 90 km per uur op de snelweg bleek de Toyota Camry er met 71,8 decibel kop en nek gunstiger uit te komen dan zijn concurrenten. Op slechte kasseiweg kwamen de Toyota en de Fiat Croma er dan weer best uit. En lag de Renault in geluid binnenin hoger. De Renault combineert dus eigenaardig genoeg het beste zitcomfort met het hoogste bedrijfslawaai. Dan nog even de verbruikcijfers geven en die zijn ondanks de flinke prestaties aan de bescheiden kant. Bij de Toyota was dat 9,1 liter per 100 kilometer. Bij de Fiat Croma was dat slechts 8 liter diesel per 100 kilometer. En bij de Renault 25 kwam dat op exact 9 liter per 100 kilometer. Tijd nu voor enkele conclusies. Ik reed het liefste met de Fiat. Hij is vinnig, accelereert snel, maar heeft daarentegen een paar kleine nadelen. Bij het stationair draaien begint hij verschrikkelijk te schudden. De armleuning staat in de weg bij het hanteren van de handrem. En het koppelingspedaal staat te dicht bij de wielkast. Qua prestaties is het duidelijk dat de Fiat Croma er met kop en schouders bovenuit steekt. Toch tonen de twee anderen zich ook vaardige en snelle reislimousines.
Qua verbruik zien we dat de snelste ook de zuinigste is. De Fiat Croma wint dus over de hele lijn. Aldus Tony Verhillen. De drie door ons gereden testwagens zijn van oorsprong ontworpen als comfortabele en vrij snelle familiewagens. Maar gezien hun zuinige en krachtige motoren zijn ze uiteraard geschikt als business car. De Renault 25 en de Fiat Croma bieden meer franjes dan de Toyota Camry. Maar die is dan weer 100.000 frank of meer goedkoper dan beide anderen. Het is dus de vraag of dat verschil in auto opweegt tegen het prijsverschil. Drie echte kilometervreters met telkens hun voor- en nadelen. Hoe kunnen we dat het best samenvatten? Wel, wie belang hecht aan een juiste en correcte prijs-productverhouding, die komt terecht bij de Toyota Camry TD. Wie een vinnige, soepele en erg krachtige diesel wil, die kan niet omheen de Fiat Croma. Maar wie elegantie, soepelheid en comfort op het hoogste schavotje plaatst, die komt dan weer terecht bij de Renault 25 TD. Maar die auto is dan niet toevallig de duurste van de drie. Dat is meteen het einde van deze aflevering van Mobiele Mensen Auto. We zijn er weer op.